Ja, ik heb hem gisteren gezien en ik heb hem dit weekend gezien. En ja, Jermaine maakt een goede indruk. Is natuurlijk een krachtige, explosieve speler. En die altijd aan zijn acties komt. Nou, die heb ik weer gezien. En ja, natuurlijk hebben we problemen op de flanken. Dat is duidelijk met Promes en Robben. Daar ben ik mee begonnen. Dus dan zul je alternatieven moeten hebben. Je hebt over Stijn Schaars al gezegd, van dat soort spelers zijn er niet zo heel veel. Martin de Roon zou een alternatief kunnen zijn. Als je die twee tegen elkaar afzet, wat weegt dan in het voordeel van Schaars? Nou ja, ik denk toch het voetbalvermogen. Kijk, ik heb Maarten de Roon ook veelvuldig bekeken, omdat het wel een jongen is waarvan je hoopt dat hij een stap maakt. Omdat het een... Ja, het is gewoon een heerlijke jongen om in je team te hebben, lijkt mij. Hij denkt alleen in het teambelang en cijfert zich weg. Maar ik vind dat hij nadrukkelijker in balbezit aanwezig moet zijn. Daar vind ik hem te vlak en te gereserveerd. En dat vind ik bij Schaars niet.